bij deze nieuwe video. Jongens, we gaan weer pakketjes unboxen. En ik zit vandaag in mijn woonkamer, dus weer een beetje een andere achtergrond. Hierachter is mijn keuken, piano, allemaal random shit. Zoals jullie weten ben ik 1 week naar Marokko gegaan, naar Marrakesh. De vlog staat dan online, mocht je hem hebben gemist. En in die week heb ik dus een heleboel pakketjes gemist. Dit zijn PR-pakketten die ik dus gewoon gratis ontvang. En ook gewoon pakketjes die ik zelf heb besteld. Dus het is gewoon een mixje van alles. En ik dacht, laten we samen gaan unboxen. Het is ook gewoon een beetje saai om hier in mijn upje te unboxen. Dus ik dacht, laten we het met z'n allen gaan doen. Want ik weet dat jullie dat ook altijd leuk vinden. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing video. Oké, ik heb mijn mes paraat. Laten we beginnen. Ik begin gewoon met het hoogste pakketje. Dat is deze. Ik heb geen idee wat dit is. Dit is PR. Er staat ook niet echt op van wat het is. Bla 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 cosmetics. Maar ik herken het niet. Dus laten we gewoon kijken. Het is van DHL. Ik hou er altijd van als ik niet weet wat ik heb gehad. Want dan is het gewoon echt een verrassing. Dat is echt super leuk. Oeh. Ik zie echt van alles. Kijk even dit. Allemaal verschillende merken. Wat is dit dan? Van wie is dit? Ik heb een kaartje gekregen. Hi sweetheart. Hoi lieve Sarah. Alles goed? Deze minis zijn altijd handig voor in je tas. Voor bijvoorbeeld een leuk festival of een heerlijke vakantie. Dus neem ze lekker mee en stay beautiful. Enjoy the summer. Liefst Rebro Cosmetics. Ik heb eigenlijk geen idee als ik eerlijk ben. Maar whatever. Ik heb in ieder geval een aantal minis van hun ontvangen. Zoals je kunt zien. Wat hebben we allemaal gehad? Een crystal clear Invisibobble. Deze zijn altijd heel handig voor in je haar. I love it. Zo handig zo'n mini. En ik ga vaak op vakantie. 3 september ga ik weer weg. Dus dit is allemaal heel handig. Gorilla Floss. Dit is om je tanden te flossen. Ook een mini. Heel leuk. Mini Bondi Sense. Jullie weten, dit is mijn go-to zelfbruiner. Ik wist niet eens dat ze minis hebben. Ik ga stuk. Ik heb precies deze in het groot. Dus heel leuk zo'n mini. Inderdaad handig voor op prijs. Droog shampoo. Dit is echt een fijn merk. Heb ik ook al vaak gebruikt. Oeh, wimpertjes van Ardell. Meestal vind ik Ardell wimpers niet zo. Maar ik moet eerlijk zeggen dat deze er wel echt heel mooi uitzien. Zie je dit? Echt super fluffy. Heel mooi deze. Deze ga ik zeker een keer proberen. Ik heb hier een aantal maskertjes. Dit is wel echt heel leuk. Dit is shampoo. Dit is een billenmasker. Ik ga stuk. Gezichtsmasker. Gewoon allemaal verschillende maskertjes. Vooral als ik op vakantie ben in een warm land. Zijn dit soort maskers echt live. Want mijn gezicht en mijn haar en alles wordt altijd super droog. Van Dr. Papa Lips Cheeks Balm. Ook dit is een heel fijn merk die ik net pas nieuw heb ontdekt. Ik gebruik hun balmpje voor mijn lippen elke avond. En het is echt super fijn. Dus hier ben ik blij mee. Deze is wel groot. Maar die ik heb is klein. Bondi Sense handschoen. Lekker handig voor in combinatie met deze mousse. En van ook een van mijn faves merken. O'Keeffe's Lip Balm. Jongens, O'Keeffe's is echt mijn go-to lip balm voor nacht. Ze hebben een hele fijne nachtlipbalm. Dus hier ben ik heel blij mee. Want ik heb altijd hele droge lippen. Het is alsof ze gewoon weten waar ik van hou. Ik ga stuk. Ze hebben precies mij gegeven wat ik ook echt gebruik. En 2 random haarklepjes. Super cute. En dat was het. Het is leeg. Super bedankt hiervoor. Ik ben er echt blij mee. Wauw. We gaan verder. Next up is een pakketje van Happy Life PR. Happy Life PR is het PR-bureau dat Essence en Catrice altijd stuurt. Dus het gaat sowieso een van die 2 merken zijn. Ik denk dat het Catrice gaat zijn, maar ik hoop op Essence. Want ik heb al heel lang geen Essence meer ontvangen. Nee, het is Catrice. Ik wist het. Oeh, weer een leuk pakketje. Nou, dit zijn echt weer een hoop producten. Alles valt eruit. Oh my gosh. Ik ga het jullie gewoon even 1 voor 1 laten zien. Oeh, dit is een mooi paletje. Kijk even dit. Dit is echt een heel mooi oogschaduwpaletje. I like it. Oké, dus een oogschaduwpaletje, lipstick. Dit is een hele aparte verpakking. Ze is zwart met paars. Ik ben benieuwd naar de kleur. Oh, het is gewoon een nude kleur. Ik ga stuk. Oké. Nog een lipstick. Nail stickers die ik echt nooit gebruik. Oeh, een hele mooie blush. Deze blush ziet er echt heel mooi uit. Illuminator primer. Hydro serum. Nog een serum. We hebben er dus 2. Wat nagellakjes. Deze kleur lijkt echt heel mooi. Een hele mooie nude kleur. Ideaal voor de herfst. I like it. We hebben een concealer. Een nieuwe concealer. Deze is nieuw volgens mij. Ja, nieuwe concealer. Nieuwe mascara. Deze oranje. Een lipgloss in een nieuwe verpakking. Deze heb ik ook nog nooit gezien. We hebben eyeshadow stick. En een zwarte oogschaduw stick. Oeh, deze is wel echt heel mooi. Kijk, een hele mooie beetje nude kleur. Ik hou altijd van oogschaduwsticks. Ze zijn altijd heel makkelijk en snel om mee te werken.
En that's it. Zo, super bedankt Catrice. Mensen, het is zo warm. Het is echt 25 graden of zo. Next up is een pakketje van Bougie Shop. Maar dit is iets wat ik heb besteld. En volgens mij zijn het gewoon nep wimpers. Ja, dit zijn mijn fave nep wimpers die ik altijd bestel. I love them. Ze waren opgegaan. Ik wilde ze hebben voor in Marokko, maar ik heb ze niet op tijd binnengehaald helaas. Ja, van Lola's Lashes, de stijl Icons Only. Dit is zo'n mooie naturel stijl en het lijkt op wimper extensions. I love it. Dus dit zijn echt mijn fave wimpers. Deze heb ik gewoon los gewoon besteld. Zo fijn vind ik ze. Next up is een pakketje van Mason PR. Ik denk dat dit Huda Beauty is. Tenminste, ik hoop het. Oh my gosh. Huda Beauty maakt me altijd zo enthousiast. Ja. Yeah. Oh my gosh, het is Huda Beauty. Yay. Nieuwe false lashes set van Huda Beauty. Nieuwe wimpers. Oeh. Oké. Dit zijn de wimpers. Dit zijn individuele wimpers. Kijk even hoe lang die onderste zijn. What the F. Kijk even dit. Ik ga stuk. I love it. Normaal zijn individuele wimpers niet echt zo heftig. Dus dat is wel uniek. Wat heb ik hier? Een waterproof lash glue, dus wimperlijm. En een andere lash glue. Ik ga ze even allebei openmaken. Ja, gewoon twee verschillende wimperlijmen. Wat is dan het verschil? Ik heb geen idee. Oh, deze is waterproof en deze is denk ik gewoon normaal. Oh, deze is clear, deze is donker. Deze is dus doorzichtig en deze donker. Oké, wimpers. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n fan van individuele wimpers. Dus ik had gehoopt op gewoon normale striplashes. Maar whatever, ik ben er toch wel gewoon blij mee. Next up is een pakketje van Shein. En dit is iets wat ik heb besteld. Dus dit gaat gewoon kleding zijn. Maar ik bestel altijd heel veel. Dus ik herinner me het niet echt meer. Oh, dit zijn twee zomerjurkjes die ik heb besteld. Die had ik ook voor Marokko besteld. Maar waren dus ook niet op tijd binnen. Maar maakt niet uit. 3 september gaan we gewoon weer weg. En dan heb ik gewoon alles. Ze waren ook allebei heel goedkoop. Het is wel heel cute. I love it. Ik vind de kleur ook heel mooi. Staat altijd heel mooi met mijn huiskleur. Ik heb hem in de maat S. Hij is mooi. Ik heb het gevoel dat hij ook niet doorschijnt. Hij is wel kort, maar ja, dat wist ik al. Ik ga hem ook zo aandoen. Dan kunnen we gewoon gelijk zien hoe dit gaat staan. Deze jurk is cute. I love it. Ik vind het ook heel fijn dat deze band, zeg maar, hier zo in het midden best wel strak is. Je kunt er ook een riem omheen aandoen. Maar in principe hoeft dat niet. Dat zou ik niet doen. Hier is het ook goed dicht. Ik vind het fijn dat het niet te veel open is, want dat is echt heel vaak het geval. En het is kort, maar niet te kort. Zie je dat? En het schijnt ook helemaal niet door. Het is echt perfect. I love it. Hele goede kwaliteit ook. De kleur is heel mooi groen. Echt een hele mooie jurk. Veel beter dan dat ik had verwacht. En echt heel goed voor de prijs. En ik ben echt vooral blij met dat het hier echt best wel dicht is. Dat had ik niet verwacht. Normaal bij Shein is echt alles helemaal zo overdreven open en zo. Maar hier is dat totaal niet het geval. Hele mooie jurk. I love it. En hier is een andere. Deze leek me echt heel leuk. Kijk, met van die witte stipjes. Oeh, kijk hoe cute. Deze is ook kort. Deze heb ik ook in maat S, denk ik. Ja, ik zie geen maat, maar ik heb altijd gewoon maat S. En deze leek mij heel leuk met zo'n riem zo bij je buik. Super cute. Echt heel leuk voor de zomer. Ook hele goede kwaliteit. I love it. Hier ben ik weer heel blij mee. Deze ook weer heel erg cute. Je moet het wel echt aandoen met een riempje. Anders is hij niet zo leuk. Deze is ook kort, maar ook weer niet te kort. Hij is denk ik iets minder lang dan die groene. Maar nog wel echt lang genoeg, zoals je kunt zien. Hij is echt heel, heel leuk. Het geeft me een beetje vintage vibes of zo. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Maar nogmaals, wel echt met een riem. Want kijk, zonder riem is hij gewoon zo los. En dat is echt helemaal niks. Misschien wel leuk voor op het strand zo los. Maar nee, ik vind het echt niks. Dus ik persoonlijk zou het wel echt zo met een riempje dragen. Maar met een riempje zo vind ik het echt heel leuk. Ik hou ook altijd van een hoge nek. Ik ben echt een fan van een hoge halternek. Dus dat is echt top. Ja, ik vind hem echt heel cute. Ook zeker voor die prijs. I love it. En hij schijnt ook helemaal niet door. Echt heel leuk met hoge zwarte hakken. Zo zou ik hem aandoen. Echt heel, heel cute. Heel vrouwelijk. Nog een pakketje. Deze is ook van Shein. Ik heb geen idee waar dit van is. Maar laten we het gewoon openmaken. Ik heb gewoon altijd een mes. Maar toch gebruik ik gewoon heel tijd mijn handen om alles open te trekken. En dan verpest ik mijn hele manicure. Maar oké. Dit is kleding. Oh, dit is AliExpress. Ik ga stuk. AliExpress is tegenwoordig zo sloom dat ik gewoon heel erg vergeet wat ik heb besteld. Jullie hebben in een van mijn vlogs gezien dat ik een geweldige sportset had besteld bij AliExpress in het wit. En hier heb ik hem nou in het rood. Want ik vond hem zo fijn. Ik was zo impressed. Ik dacht, ik wil hem ook in het rood hebben. Ik ga stuk. Ik was helemaal vergeten. Ik heb de top in maat L en de broek heb ik in maat... ik heb de top in maat M en de broek in maat L. Dit is de legging. Echt super handig. Hoeft niet per se voor fitness, kan ook gewoon als
lounge set. Gewoon thuis of naar buiten, whatever. Deze. En dit is de top. Ik heb wel naar een ander soort top gedaan. Die andere set die ik heb, heeft een andere soort top. Maar het is wel gewoon precies dezelfde, ja, set. De kwaliteit is echt heel goed. Heel stretchy, heel dik. Die andere is wit en hij schijnt helemaal niet door. Dus deze ook niet. Dus deze vind ik zo fijn. I love it. Ik was helemaal vergeten dat ik het had besteld. Maar deze kleur is ook echt heel mooi. Yay. Ik zal ook linkjes zetten beneden in de beschrijving. Nou, ik wist het al wel, maar deze sportset is echt geweldig. I love it. Ik vind deze top ook heel fijn. Er zitten zo van die BH-cups in, dus je hoeft geen BH aan te doen. Ik vind deze top leuker dan die andere top die ik heb van deze witte set. Hij schijnt helemaal niet door en hij zit echt geweldig om je lichaam heen. En hij maakt je hier ook heel mooi slank. Jongens, dit is echt een van de betere sets die ik heb. En het is gewoon AliExpress. Dat is echt belachelijk. I love it. Kijk hoe mooi het mijn lichaam maakt. Oh, wauw. Ik vind de kleur ook heel mooi. Bordeaux rood staat altijd heel mooi met mijn huidskleur. Ik vind het echt een fantastische set. Amazing. Hier heb ik een heel klein pakketje van Baby Doll Cosmetics. Dit is weer een PR pakketje. Baby Doll Cosmetics zijn wimpers die te koop staan bij de Primark. En elke keer als ze weer een collectie hebben, wordt die mij opgestuurd. Daar ben ik wel altijd blij mee, want zo kan ik goed op de hoogte blijven. Dit is het pakketje. Heel erg cute. Ik ben benieuwd naar de nieuwe wimpers. Ze zijn blauw. Meestal zijn ze roze. Oeh, ze hebben ook altijd hele heftige wimpers. Is dit gewoon één stijl? Ja, allemaal 6, 5, 8. Het is gewoon drie paar wimpers in één stijl. Maar deze stijl is dus nieuw. Kunnen jullie het zien? Ik hou altijd echt van hun wimpers. En deze zijn gewoon te koop bij de Primark. I love it. Deze ga ik snel gebruiken. Mensen, het is hier nou echt een bende. Oh, moet ik weer zo helemaal gaan opruimen. Het volgende pakketje is van Mooi PR. Mooi PR is ook weer gewoon een PR-bureau met heel veel brands. Dus ik heb geen idee wat hierin zit. Nou ga ik wel mijn mes gebruiken. Oeh, Bondi Sands. Jongens, ik word altijd zo verwend door hun. I love it. We hebben weer wat nieuwe producten. Ik ben benieuwd. Dit is hun SPF-lijn. Dus alles is SPF. Ook heel handig voor op prijs. Dus hier ben ik ook weer blij mee. SPF 50+. Die wil ik ook altijd hebben. Deze is denk ik voor het lichaam. Deze is voor het gezicht. En dan heb ik hier nog eentje voor een gezicht. Maar dit is een spray. Maar wat is dan het verschil? Very high protection is wat hierop staat. Maar ja, dat staat ook hierop. Ja, ik denk dat gewoon het verschil is. Gewoon eentje is een crème en de andere een spray. En that's it. Ik vind een spray wel fijn. Het is lekker makkelijk. Hier ben ik blij mee. Ook deze gaan worden gebruikt deze zomer echt. Ik ben een SPF fanaat, jongens. Vergeet nooit je SPF. Vooral op je gezicht. Ook al ben je gewoon hier in ons land en is het niet per se warm. Ik draag elke dag SPF. Ook in de winter. Want het helpt echt met je huid. Je huid gaat er echt minder snel op achteruit. Dus altijd SPF smeren. En dan last but not least. Een heel groot pakketje van Beauty Bay. En hier heb ik iets besteld. Beauty Bay is een make-up webshop uit Engeland. Waar je gewoon makkelijk kunt bestellen. Verzending is ook niet hoog. En je betaalt geen extra douane of whatever. En ik weet wat ik heb besteld, want ik heb bij hun twee boxen besteld. Vandaar dat het pakket ook zo groot is. Ik ga even gewoon hiervoor opstaan. Ik ga stuk. Ik heb twee mystery boxen bij hun besteld. Ik had een e-mail van hun ontvangen waarin stond dat ze vandaag mystery boxen hebben. Ze hebben er twee en ik heb ze gewoon letterlijk allebei besteld. En het is dus een mystery box, dus ik weet niet wat erin zit. Er zit gewoon allemaal make-up in en zo. En ja, ik dacht, laat me die gewoon bestellen en gebruiken voor een video. Dus je ziet het misschien al aankomen. Deze ga ik niet unboxen in deze video. Maar hierover ga ik een aparte video maken. En dan gaan we met z'n allen kijken wat hierin zit. Ik ben heel benieuwd. Ze zijn echt heel zwaar, allebei. Deze is iets lichter. Volgens mij was de ene ook wat minder duur dan de andere. Dus abonneer op mijn kanaal, zo blijf je op de hoogte. Want een van mijn next video's gaat de unboxing worden van deze mystery boxen. En daarmee sluit het ook af. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren alle pakketten die ik heb ontvangen in de week dat ik in Marokko was. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik weet, unboxing video's zijn altijd heel leuk. Dus ik probeer er altijd gewoon een hele hoop te maken. En let me know wat je ervan vond beneden in de reacties. En of je nog meer van dit soort video's wilt zien of dat je graag andere video's wilt zien. Let me know. Wat vind jij leuk? Make-up video's? Vlogs? Let me know. Want dan ga ik dat soort video's vaker maken. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de
de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!